Hallo, hallo, lieve Memory Keepers van Nederland. Ik ben Nancy Horsten van In The Pocket, webwinkel www.inthepocketdesign.nl. En ik ben hier vandaag voor jullie om even een lekkere, snelle, korte procesvideo te laten zien van een 6x8 inch layout. Als je al eerdere video's van me hebt gezien die ik de laatste tijd online heb gezet, dan weet je dat ik nu nog even in dit 6x8 album bezig ben. Dat ben ik nog aan het afmaken. Ik ben aan het inhalen. Dit is een foto volgens mij uit april van dit jaar. Van 2019 dus. En als ik daarmee klaar ben, dan ga ik weer in 12x12 werken. Een van de grote voordelen van het werken in 6x8 is natuurlijk wel dat je dus dit soort layouts echt wel heel snel in elkaar gezet kunt hebben. Dus zoals je ziet heb ik gewoon een pagina op maat gesneden. Dat achtergrondpapier, dat is een papiertje uit de set Simple Vintage Botanicals van Simple Stories. En een aantal van de papiertjes waar ik mee mat, komt ook uit die collectie. Dus dat is sowieso altijd een tip. Als je snel wil werken, gewoon papieren pakken uit dezelfde collectie. Dan weet je eigenlijk zeker dat het allemaal ook mooi bij elkaar staat en zo. Dus dat heb ik gedaan en dan ben ik een beetje aan het matten rondom die foto. Dat doe ik eigenlijk altijd een beetje zo op dezelfde manier met verschillende papiertjes, waarbij ik er een paar scheur en een paar niet. Ik wil wel gaan kijken of dat ik, als ik straks weer op 12x12 ga werken, ook eens een keer wat andere layouts ga maken. Want ik gebruik nou wel vaak dezelfde technieken. Ik mat mijn foto's, ik doe ze eigenlijk altijd in het midden. Ik gebruik veel dezelfde... Ik pas veel dezelfde dingen toe, zeg maar. Dus ik wil gaan kijken of dat ik een beetje kan gaan variëren daarin. En wat meer weer kan gaan oefenen, ook met andere technieken en zo. Maar goed, dat komt allemaal wel, hoop ik. Deze rondjes die had ik nog liggen. Die kwam ik tegen en ik dacht, nou, die wil ik in ieder geval wel graag gebruiken in deze layout. Want dan verdwijnen ze niet weer in mijn stash. Ik vind het ook zonde om dit soort dingen weg te gooien. Dus dat doe ik ook niet. Maar vervolgens gebruik ik het jaren niet. Dus ik dacht, als ik een manier vind om ze meteen op deze layout kwijt te kunnen, dan ben ik daar blij mee. En dat lukt me. Ik gebruik ze eigenlijk met name als basis van mijn embellishment clusters. Hier kwam ik erachter dat ik op de achterkant nog de foto's heb zitten die ik aan de achterkant van deze layout ga scrappen. Dat ga ik straks in mijn 12x12 albums niet doen. Dan ga ik gewoon twee layouts afzonderlijk van elkaar maken, zeg maar. En die dan samen in één hoes doen. In plaats van dat ik echt op de achterkant van hetzelfde papiertje ga scrappen. Omdat ik dat toch wel, punt 1 is natuurlijk lastig. Omdat je dan, als ik nou op de andere kant wil gaan scrappen, dan is deze pagina al helemaal gedecoreerd. Dus daar moet ik wel voorzichtig mee zijn. En punt 2, mocht ik ooit met mijn pagina's willen gaan schuiven of zo, omdat ik de indeling van het album anders zou willen, dan gaat dat wat dat betreft niet meer. Omdat dan die layouts al aan elkaar geplakt zitten, zeg maar. Dus normaal gesproken doe ik dat niet. Maar ja, dit 6x8 album is voor mij wel even een, het voelt een beetje als een snel projectje tussendoor. Dus hier doe ik dat maar wel gewoon eventjes. Nou, ik ben aan het decoreren met wat dingen uit mijn stash en ook een aantal producten van diezelfde collectie van Simple Stories. Waaronder deze tekst Love This. Die vond ik wel bij passend. De kleuren passen natuurlijk sowieso erbij, omdat ik, omdat het uit diezelfde collectie komt. Het is alleen wel heel licht. Het valt nu nog bijna niet op, dus je zult zien dat ik dadelijk daar nog stipjes omheen ga zetten om hem wat meer eruit te laten springen. Eens even kijken. Oh ja, ik ga nog even hartjes ponzen met mijn een van de favoriete ponzen op dit moment. Ik heb er meer, maar deze van Vase & Creative met dit beetje scheve hartje, zeg maar, die staat toch wel op nummer 1 of 2, denk ik. Dus die pons ik 3 uit. Ik doe heel vaak, niet altijd, maar wel bijna altijd dingen in dit soort dingen in drieën erbij plakken. Dus die plak ik op en dan ga ik dadelijk nog een wit lijntje omheen zetten om ze ook wat meer eruit te laten springen. Maar daar wacht ik even mee, zodat het een beetje kan drogen en het goed vast zit.
Ik heb hier nog een woordlabeltje van kreetpeper, een oude van volgens mij uit de collectie Carousel of zo van Maggie Holmes, denk ik. Die heb ik nog in mijn stash en die heb ik wel bij de hand de laatste tijd, omdat ik die heel mooi vind, maar ook omdat ik die graag een keer ook op wil maken. Ik pons nog wat kleinere hartjes erbij. En die plak ik dadelijk weer half over die zwarte heen. Zul je zo dadelijk wel zien. Hier ben ik weer even aan het vechten met mijn witte markers. Het is altijd, de ene keer doet de ene wel en de andere keer doet de andere het wel. En soms doen ze het allebei wel en soms allebei niet. Ik weet het niet. Deze keer ben ik voor die gel roller gegaan en die deed in één keer goed. Nou, hier zie je dat ik inderdaad die hartjes erop plak. Ik versnel mijn video's altijd, mijn procesvideo's voor jullie altijd maal 4. Dus als je een beetje een inschatting wil maken van hoe lang ik ongeveer bezig ben met een layout, dan kun je dat op die manier zelf uitrekenen. Dit is wel een van mijn snelste layouts. Ik ben altijd wel even bezig hoor. Dit voelt heel snel, maar uiteindelijk ben je dan toch wel even bezig. Ik gebruik hier ook een marker, een zwarte marker om even een beetje te doodelen. Dat zul je daar in de close-ups nog wel wat beter zien. Met hartjes en kruisjes en volgens mij zet ik ook puntjes of zo. En hier trek ik nog een lijntje om die roze hartjes. Oh ja, en dan ga ik nog eventjes wat splatteren met zwarte acrylverf. Deze van Dilutions, dat is eigenlijk mijn favoriete verf op dit moment. Daar wil ik alle kleurtjes van verzamelen. Maar op het moment doe ik niet zo heel veel met mixed media. Dus op dit moment hou ik het even bij de kleurtjes die ik heb. Maar deze wel heel fijn werken. En dat doe ik dus gewoon met een beetje water. En gewoon een kwastje op deze manier spletteren. En dan ben ik volgens mij klaar. Oh nee, ik vind dat er daar rechts ook nog iets meer zwart terug moet komen. Om een beetje het evenwicht te bieden aan die linkerkant waarbij zo'n grote zwarte streep zit. En nou, er komt in de foto zelf ook al wat zwart terug. Dus ik vind dat daar rechts ook nog wat zwart moet. Dus ik heb hier een tapje, dat is een printable. Die vind je op www.pinterest.pl. En daar kun je die gewoon printen. En dat zijn hele leuke dingen om zo toe te voegen. En dan ben ik klaar. Ja, dan krijg je nog wat close-ups van me te zien. Mocht je het leuk vinden, geef me alsjeblieft een duimpje omhoog. Dan weet YouTube ook dat je het leuk vindt. En ik ook natuurlijk, dat vind ik zo belangrijk. Hier zie je die close-ups nog. En nou ja, tot de volgende video maar weer. Bedankt voor het kijken. Doei!